Arno Arts heeft het natuurlijk moeilijk met Achilles. Weet zelf ook wel dat het een zwaar seizoen is en een zwaar seizoen zal blijven. Dat geldt niet voor Gert-Jan Karsten. En daar, helemaal in het midden, Edwin Evers. Die natuurlijk na dit jaar nog meer tijd zal hebben om aan HHC te besteden. Die heeft aangekondigd te stoppen met zijn ochtendshow. Begin is uiteraard voor HHC. Met daar de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Hij is voor Tiemen van Hezel. Het is pas de eerste ontmoeting tussen beide clubs dit seizoen. Over iets meer dan een maand komen ze elkaar weer tegen. Dan in Groesbeek. Openingsfase is en blijft voor HHC. Met wat een fout van de keeper. Ja, dat is de simpele intikker. Gaurier scoort. Niet best gekiept van Rooyendijk. En dan is daar de voorsprong voor HHC. En je merkt meteen dat dat invloed heeft op Achilles. Natuurlijk een hele onervaren ploeg, zeker op dit niveau. En HHC gaat er alleen maar beter door voetballen en maakt hier een werkelijk schitterend doelpunt. Het is weer Gaurier die scoort. De assist is van Hemming, maar ja, het is toch vooral Gaurier die hier scoort. Schitterend met buitenkant voet. En nu valt doelman Rooyendijk helemaal niets te verwijten. Feest in Hardenberg. 2-0. En dan belooft het een zeer eenvoudige middag te worden voor HHC. Ook omdat Achilles dus duidelijk is aangeslagen. Na die 1-0 ook al blunders gaat maken. En dat zou dan toch op een gegeven moment afgestraft moeten worden. Maar dat gebeurt hier niet door Rob van der Leij. Die de bal zomaar cadeau krijgt. Maar hem niet langs Rooyendijk krijgt. Aanval gaat gewoon verder. Daar is Gaurier weer. En dat is een prachtige voorzet. En dan krijgt Van der Leijen er wel in. Heeft even nodig om zijn doelpunt te kunnen maken. Maar hij zit wel. En Gaurier is duidelijk de uitblinker in de eerste helft. Prachtige doelpunt. En deze assist mag er ook zijn. Arts. Ja, moeizame eerste helft. Voor deze supporters niet. Lekker visje. Dat kan geen kwaad. En een 3-0 achterstand voor Achilles. En vooral de reactie na die tegentreffer geeft dan te denken. In de tweede helft blijft het eenrichtingsverkeer. En is daar bijna weer Van der Leij. Krijgt zijn hoofd nu net niet tegen de bal. En er komt in dit geval ook geen herkansing. Aardige rol ook voor Hemming. Speler van HHC met een verleden bij Achilles. Hier krijgt Vincent Schmid de bal. Nou, wie valt hem aan? Helemaal niemand. Nou, dat schiet Jim Marin ook. Prima doelpunt van Schmid. Zijn eerste speler gehuurd van Twente. Even nog in Denemarken onder contract gestaan. En hij scoort voor HHC 4-0. Het is weer een hele pijnlijke wedstrijd dus voor Achilles. En het spel is vooral veel minder goed dan het vorige week was. Nu is dit al wel een goede aanval. En het is ook nog een soort van eretreffer. Gemaakt door Willems. Jankovic met een goede voorbereidende actie. Legt hem ook fijn terug. 4-1. Dan zie je toch wel wat frustratie bij HHC. Omdat ze uiteraard vinden dat dat eigenlijk niet mag gebeuren. En een tegentreffer tegen de nummer laatst van de tweede divisie. En een ploeg die ook nog eens keer in deze wedstrijd compleet aangeslagen rondloopt. Maar dus moeten ze op zoek gaan naar nog wat meer treffers. Het is 4-1. En zonder overdrijven had HHC er eigenlijk al 7 of 8 kunnen maken. Kansloze voetbalmiddag voor Achilles. En 4-1 is dan nog een schappelijke tussenstand. Maar daar is wel nummer 5. Goed ingekopt door Koos Werkman. Gaat eigenlijk altijd wel mee bij dit soort situaties. En staat dan ook regelmatig op de juiste plek. Bij de eerste paal. Helemaal ongehinderd is hij niet, maar het scheelt niet veel. En Gert-Jan Karsten, de trainer van HHC, kan in dat opzicht wel tevreden zijn. Maar zal toch ook vinden dat het eigenlijk nog een grotere uitslag had moeten worden. Tegentreffer zal die van balen. Ja, dan klinkt het raar, maar 5 doelpunten. Maar het is toch eigenlijk wel het geval in deze wedstrijd. Willems kan eigenlijk dus nog een keer scoren. Dan wordt de stemming misschien nog wel ietsjes bedrukter bij HHC. Nee, dat gaat met deze poging niet lukken. Het schot is er van Jankovic. Ja, dat klopje op de schouder zegt eigenlijk alles. Ja, natuurlijk is er ook medelijden met Achilles. De situatie is bekend. De spelers waar ze het nu mee moeten doen, ook eens een keer 5 punten aftrek erbij gekregen deze week. En dan komt daar ook nog eens een keer de 6e tegentreffer in Hardenberg. De tweede van Van der Leij. Ja, ze zijn niet allemaal door het dolle bij HHC. Het is een simpele, het is een overtuigende overwinning.
Maar dat heeft ook alles te maken met de gebrekkige tegenstand van Achilles. En dat kan je die spelers van Achilles niet verwijten. Die zijn dan in een situatie terechtgekomen waarbij ze eigenlijk boven hun kunnen moeten voetballen. Dit is nog een aardig schot en bijna ook nog een rebound. Maar een echte kans komt er niet om nog een tweede treffer te maken. En dan blijft het dus bij 6-1 voor HHC en Achilles. Het is een kwestie van tijd voor die officiële degradatie dan daar is.